gaan kijken naar deel 5 van de documentaire serie The Yellow River. De serie toont de verschillende, vaak haast ondoordringbare gebieden langs de immens lange gele rivier. De gele rivier ontspringt in het Tibetaanse hoogland. Als hij de eerste grote stad bereikt op zijn tocht naar zee, verandert de kolkende rivier in een bredere en kalmere stroom, met de specifieke gele kleur waaraan hij zijn naam ontleent. Er wonen 1,5 miljoen mensen in Lanzhou, de hoofdstad van de provincie Gansu en de grootste industriestad in de regio. Vroeger was dit een handelscentrum langs de zijderoute. 2000 jaar geleden kwam de eerste ontdekkingsreiziger, Chang Chen, naar dit gebied. Onderzoek, handel en religie waren onder meer redenen om langs deze oude route te trekken. Zo is ook Sven Tsang, een monnik die in de 7e eeuw veel boeddhistische teksten uit het Sanskriet heeft vertaald, hier langs gekomen. Lanzhou is, net als in de oudheid, een centrum van handel en transport voor het westen en noorden van China. De trein op weg naar de verre hoofdstad Peking staat net op het punt te vertrekken. Hij rijdt voor een groot deel langs de gele rivier en de handelsroute. Op het station scharrelen de mensen tussen de treinen rond. Dit is de grootste stoomlocomotief van China. Hij heet de Vooruitgang en is 30 meter lang. Met veel krachtsvertoon verlaat hij het station van Lanzhou. De Ordos-woestijn ligt hier ongeveer 10 uur vandaan, in de grootste bocht die de gele rivier maakt. Het water in deze droge en zanderige streken is voornamelijk smeltwater dat vanaf de Himalaya naar de gele rivier stroomt. Hier hebben verschillende volkeren en koninkrijken een zware strijd om het bestaan gevoerd. Ze kwamen tot bloei en verdwenen in de loop der tijden weer. Als we de drukke stad achter ons hebben gelaten, komt de trein over de langste boogbrug van China. De ijzeren brug overspant de Zhangyuan-kloof, die niet ver bij Lanzhou vandaan ligt. Het staal van het moderne spoor en de rivier ernaast buigen af naar de lege gebieden in het noorden. De gele rivier zelf is een drukke verkeersader die bevaren wordt met vlotten van schapenleer. De gele rivier stroomt ruim 700 kilometer naar het noorden. Hij loopt via Gansu en Ningxia naar binnen Mongolië. Daar stuit hij op het ingebergte, waar Mongolen en Hui's wonen, om dan scherp naar het zuiden af te buigen, waar de Han-Chinezen wonen. Ons reisdoel is het woestijngebied dat tegen de scherpe bocht in de gele rivier aan ligt, de Ordos. Als we het autonome gebied Ningxia Hui binnenrijden, zien we de Tengger-woestijn. Pas na de revolutie van 1949, of zoals de Chinezen zeggen, na de bevrijding, werd met behulp van unieke zandversperringen de aanleg van een spoorlijn door de woestijn mogelijk. Het traject is tussen Lanzhou en Pao Tou in binnen Mongolië enkelspoor en daardoor niet makkelijk vrij te houden. Overstromingen en zandstormen kunnen voor veel oponthoud zorgen, maar de treinen blijven rijden. Naarmate de gele rivier verder door de woestijn stroomt, komt er steeds meer geel zand in terecht. Aan de andere kant komt het Ordos-gebied in zicht. De aanleg van de spoorlijn door de woestijn is een enorme prestatie, maar natuurlijk niet te vergelijken met de bouw van de Grote Muur, die zich eindeloos door het landschap slingert. De krijgshaftige nomadenstammen in het noorden vormden altijd een bedreiging voor de Han-Chinezen. Om indringers buiten te sluiten, bouwden lokale heersers stukken muur die meer dan 2000 jaar geleden door de wrede eerste keizer van de Qin-dynastie werden samengevoegd. De muur loopt net als de gele rivier tot aan de Pohai-baai,
die honderden kilometers verder naar het oosten ligt. De gele rivier, de bergen en de grote muur boden de Han-Chinese bescherming tegen invasies. De nomaden, die dit land goed kenden en geoefende ruiters waren, staken deze obstakels regelmatig over. De oorlogen die daar het gevolg van waren, kwamen niet voort uit politieke conflicten of diplomatieke geschillen, maar waren gevechten om te kunnen overleven. In de Ordos herinneren de vele ruïnes ons aan die strijd en aan de opkomst en ondergang van stammen en koninkrijken. Ons team zet koers naar één van die overblijfselen, de ruïne van een fort van de Xiongnu's, een nomadenvolk en aardsvijanden van de Han-Chinezen. In de 3e eeuw voor Christus vormden de Xiongnu's een grote stammenliga die Centraal-Azië meer dan 500 jaar lang domineerde. Als onze auto vast komt te zitten in het zand, stappen we over op ezels. De laatste 10 kilometer gaan heel langzaam. Langzaam doemt de Tong Wan-burcht op. Hij is gebouwd door de Xiongnu's en ligt in het zuiden van de Ordos. Je kunt je haast niet meer voorstellen dat er vroeger in dit gebied een overvloed aan water en groen te vinden was. Nu is alles bedekt met woestijnzand. Heian Bobo, de aanvoerder van de Xiongnu's, liet deze burcht aan het begin van de 5e eeuw bouwen. Het bouwwerk staat bekend als de Witte Burcht, omdat de muren die vroeger aan elke kant 500 meter lang waren, opgetrokken waren uit witte bakstenen van klei, vermengd met kalk. Het verhaal gaat dat de bouwer van een bepaald stuk muur gedood werd als er een spijker in te slaan was. Zo meedogenloos werd hier 1500 jaar geleden gehandeld. Een burcht moest dan ook stevig genoeg zijn om andere nomaden buiten te houden. De naam Tong Wan betekent de wereld verenigend en heersend over alle landen. Maar van de burcht zelf is nog maar weinig over. Vroeger waren er ook een klokken- en een trommeltoren bij. Maar nu staat alleen de 30 meter hoge uitkijktoren aan de westkant nog overeind. De woestijn en de ruïne waar de wind omheen giert geven een indruk van verlatenheid. Tot onze verbazing blijken hier toch nog mensen te wonen. Deze oude man woont hier samen met het gezin van zijn zoon. Bij elkaar zijn ze met z'n tienen. De 70er laat ons schatten zien die hij in de burcht heeft gevonden. Hij heeft scherve aardewerk, pijlpunten en tegels met diermotieven verzameld. De Xiongnu's waren goede jagers en versierden hun burcht met tegels waarop hun meest geliefde dieren afgebeeld stonden. Volgens de oude man ligt er nog veel meer tussen de puinhopen. Ah,
トラとかそういうのの頭じゃないですか。特にこの作っているホテル技術は非常に上手ですね。因为他在唐朝之前的。特にこういうホテル時代ですね。唐の時代の前の時代ですから非常に珍しいです。Vroeger moet dit een heel imposante burcht geweest zijn. De stamhoofden van de Xiongnu's hebben er maar 10 jaar gewoond. Daarna viel de burcht in handen van de Han-Chinezen en vermengden de twee volkeren zich, zodat de Xiongnu's zo goed als volledig van het wereldtoneel verdwenen. De nomadische Xiongnu's begonnen in de 3e eeuw voor Christus voor het eerst een bedreiging voor de Han-Chinezen te vormen. Ze verschansten zich in het ingebergte aan de noordkant van de Gele Rivier. Ze werden machtiger onder leiding van hun grote held Modu. Hun invloed strekte zich toen uit van de Ordos tot aan de zijderoute. De volgende 700 jaar voerden de Xiongnu's en de Han-Chinezen regelmatig oorlogen met elkaar. Beiden wilden dit strategische gebied domineren. De grote Chinese historicus Sima Zhen gaf 2000 jaar geleden deze omschrijving van de Xiongnu's. Met de held Modu waren de Xiongnu's nog machtiger geworden. Ze liepen hun vijanden in het noorden onder de voet en kwamen in opstand tegen China in het zuiden. Dit beeldje van een stoere Xiongnu laat goed zien hoe ze leefden. Hij draagt stevige kleding die geschikt is voor paardrijden en een nomadisch leven. Dit geharde volk kon tijdens gevechten een regen van pijlen afvuren. Hun wervelende manier van oorlogsvoering was zeer geschikt voor steppen en open vlakten. De Han-Chinezen bouwden een grote muur om te voorkomen dat de Xiongnu's verder naar het zuiden zouden oprukken. Maar de mobiele ruiters passeerden de muur regelmatig en overdonderden dan de tragere Chinese infanterie. Een vitale krijger te paard die tegen een tijger vecht, symboliseert de grote kracht van het leger van de Xiongnu's. Rond 140 voor Christus stuurde keizer Wu Ti van de Han-dynastie troepen om de Xiongnu's te onderwerpen. De Ordos en de zijderoute werden het toneel van veel bloedige confrontaties. De Xiongnu's waren van oorsprong krijgers en nomaden, maar niet van beschaving gespeend. Ze werden sterk beïnvloed door de beschaving van de Han-Chinezen. In de kunst, hun schrift en godsdienst kun je duidelijk deze invloed zien. Een dichter uit de Tang-dynastie schreef veel later over deze tijd: de maan schijnt helder over het afgelegen fort. De krijgers die de grote muur moeten verdedigen zijn nog niet terug. Hadden we maar een held in het kasteel der draken. Hij zou de vijand terugdrijven en zorgen dat de Xiongnu's nooit meer over het ingebergte zouden trekken. Deze dam ligt in de Qingtong-kloof in het autonome gebied Ningxia-hui. Het is een multifunctionele dam die dateert uit de jaren 50. Het water van de Gele Rivier wordt nu zowel voor irrigatie als voor het opwekken van elektriciteit gebruikt. Langs de hellingen van deze uitgedroogde berg loopt een pijpleiding. Daardoor wordt water uit de Gele Rivier naar een vlakte zo'n 40 kilometer verderop vervoerd. Het hoogteverschil van bijna 500 meter wordt overbrugd door het water door rechte pijpleidingen op 12 verschillende niveaus te pompen. Deze zilverkleurige buizen voeren hun kostbare lading door uitgedroogd land naar afgelegen boerengemeenschappen. Heel vroeger was de Ordos groen. Nu komt daar door de uitgebreide irrigatiewerken langzaam wat van terug.
Er zijn grote en kleine dammen, pijpleidingen en kanalen. Alles draagt bij aan het bevloeien van droge gebieden, waaronder de woestijn zelf. Het water van de Gele Rivier wordt al heel lang gebruikt voor irrigatie. Kanalen en geulen werden al gegraven in de tijd van de Qing-dynastie, zo'n 2200 jaar geleden. Het gebied waar de Yangtze-rivier stroomt is heel vruchtbaar en vochtig, terwijl de Gele Rivier juist door droge streken loopt. Vanaf de oudheid, tijdens de Qin- en Han-dynastie, werden al kanalen aangelegd in de Ordos om meer grond voor landbouw te kunnen gebruiken. Sommige van deze kanalen voorzien de mensen al meer dan 2000 jaar van water. Door de overvloed aan water en de lange zonnige dagen zijn de watermeloenen hier heel zoet en smakelijk. Ze zijn de plaatselijke specialiteit en worden zelfs in Peking verkocht. De bessen van de Chinese boksdoorn worden in Ningxia gebruikt bij de bereiding van een geneesmiddel dat onder andere hoge bloeddruk tegengaat. De felrode bessen worden in alcohol geweekt die de waardevolle stoffen uit de bessen absorbeert. Het wordt dan een voedzaam en versterkend drankje. De prachtige bessen worden vaak vergeleken met edelstenen. Ook daar is Ningxia rijk aan. De vlakke gedeelten van Ningxia worden geïrrigeerd via een netwerk van kanalen. In maart zaaien de boeren graan, wat hier het hoofdgewas is. Eind juli wordt het moeizaam met de hand geoogst. Het graan wordt in de velden en op open terreinen in de brandende zon gedorst. Deze manier van dorsen, waarbij de mensen zich een handje laten helpen door de wielen van voorbijkomende vrachtwagens, is verboden, omdat het verkeer er te veel door gehinderd zou worden. Toch geven de boeren deze energiebesparende methode nog steeds niet op. In Zwan is de hoofdstad van het autonome gebied Ningxia-Wei. Er wonen 700.000 mensen, waaronder veel Wei's. Ze zijn islamiet, maar verder etnisch gelijk aan de Han-Chinezen. 1/5 van de bevolking van In Zwan is Wei. Dat zijn zo'n 130.000 mensen. Dit aantal stijgt nog steeds. Om 6 uur 's ochtends gaat een Wei-gezin naar de markt om hun schapen te verkopen. Dit schapenras vind je voornamelijk in Ningxia. Lammeren van een maand oud zijn gewild om hun glanzende sneeuwwitte vacht. Op onoverdekte markten vind je alles wat langs de Gele Rivier geproduceerd wordt. Veel mensen komen af op de speciale grote markten die gehouden worden als er een 3, 6 of 9 in de datum zit. De beroemde watermeloenen zijn van eind juni tot half september te koop. Het grootste spektakel op de markt is het loven en bieden over de prijs van de schapen. Dat begint nu net. Je biedt hier door je handen te bedekken en de ander te laten voelen hoeveel je biedt.
对啊，咱小区都要灭清，一旦灭不清，就看空气都变质了。我们那个人家不干，说人家连打针都不打。小区里面没有，我们这小区里面没有。你来，我们这小区里面这大哥都不说。不敢，他不敢，不敢，你放心了，你那小伙打的话，你放心，我放心，哎呀，你看，Het gemoedelijke loven en bieden krijgt een ander karakter als koper en verkoper het niet eens kunnen worden over de prijs. Het verschil tussen vraagprijs en bod bedraagt 12 tot 13 yuan per schaap. De omstanders raken ook verhit en een van hen biedt aan te onderhandelen. Na een uur van stevig onderhandelen worden ze het toch eens over de prijs. Dit jaar hebben de schapen een minder mooie vacht dan normaal en tenslotte stemt de verkoper in met 77 yuan per schaap. 77 yuan is ongeveer het bedrag dat iemand in loondienst per jaar verdient. De regeringspolitiek van economische liberalisatie wordt ook door de veeboeren onder de Xiongnuus positief ontvangen. Door de vrije markten kunnen ze veel meer verdienen dan vroeger. De verkoper strijkt 1386 yuan op voor zijn 18 schapen. Inzwan is een oude stad. In de 11e eeuw kwam het tot bloei als hoofdstad van het koninkrijk der Xixia's. De stad werd toen de hoofdstad van het groeiende geluk genoemd. In de buurt van het hedendaagse Inzwan zijn nog overblijfselen uit die dagen te vinden. De oude koningsgraven liggen in de Heulanbergen, ongeveer 20 kilometer ten westen van Inzwan. Deze begraafplaats bestrekt 4 kilometer van oost naar west en 10 kilometer van noord naar zuid. Het koninkrijk van de Xixia's, oftewel de westelijke Xia's, heerste 200 jaar over de Ordos, van de 11e tot de 13e eeuw. De naam Xia is ontleend aan de oudste Chinese dynastie. Dit was een koninkrijk van Tangouten, een volk dat een aan het Tibetaans verwante taal sprak. Het rijk was georganiseerd naar het voorbeeld van de Song-dynastie, die in die tijd over China heerste. De Xixia's hebben 9 koningen en meer dan 70 staatslieden begraven in de Heulanbergen. Voor hen waren die bergen heilig. Vooral de koningsgraven zijn indrukwekkend. Ze steken af tegen de dorre kaalheid van het landschap en zijn omringd door een aardewal van 200 meter. Dit is het altaar van de ziel, meer dan 20 meter hoog. Wind en regen hebben het altaar aangetast, maar je kunt de achthoekige vorm en de 7 lagen nog steeds herkennen. Li Van Wen, een plaatselijke geleerde, verdiept zich al meer dan 30 jaar in de Xixia's. Hij werkt nu mee in een team dat dit graf blootlegt. Hij biedt aan om ons rond te leiden. Deze
这个琉璃瓦砍起来你看便宜都很多的，这个琉璃瓦这种的工艺水平啊，在当时来说是很高的。你譬如说是这个它那个瓷瓮，现在博物馆那个瓷瓮的话就有一米高的，这个就是在这个陵里那个石窖，是这个每一个窖上都有这种的建筑器材，而建筑器材都是很。Het altaar van de ziel moest kennelijk lijken op een uitkijktoren met een galerij. Archeologen vermoeden dat elk van de 7 verdiepingen vroeger een uitstekend dak had. De graven zouden bedekt zijn geweest met groene, witte of bruine tegels die schitterden in de zon. Het koninkrijk van de Sisha's stamt uit 1032. Toen was het nog een eenvoudig nomadenvolk met een sterk leger. Door veel te leren van de stammen die ze veroverden, waren de Sisha's al gauw sterk genoeg om een bedreiging voor de Han-Chinezen te vormen. De Sisha's waren vrome boeddhisten en hebben dan ook veel van de boeddhistische teksten en Chinese klassieken in hun eigen schrift vertaald. Een deel van die vertalingen in Sisha-ideogrammen is in het begin van deze eeuw door een ontdekkingsreiziger naar het Westen gebracht. Daarna zijn ze in de rest van de wereld bekend geworden. Op een bepaald moment viel de hele Ordos en het gebied ten westen daarvan tot aan de zijderoute onder de invloed van de Sisha's. Dit is een afbeelding van een Shisha-koning op de wand van grot nummer 409, de Mokau-grot in Tumwang. Tumwang is de schatkamer van de boeddhistische cultuur langs de zijderoute. De koning op deze afbeelding was een wijs en moedig heerser. Hij was naar moderne maatstaven klein van stuk, 1,50 meter. Hij wilde zijn koninkrijk volledig onafhankelijk maken en probeerde een goed geolied ambtelijk en militair apparaat op te zetten. Hij gebruikte weliswaar Tibetaanse en Chinese rijken als voorbeeld, maar slaagde er toch in zijn volk een eigen culturele identiteit te geven. Een van zijn grootste prestaties was de invoering van het unieke schrift. Het rijk van de Sisha's met zijn 10 koningen heeft maar 200 jaar bestaan. De Mongolen vielen onder leiding van Genghis Khan de westelijke vesting van de Sisha's aan. Eigenlijk was Genghis Khan op weg naar het verre Europa. Hij stuitte toevallig op de Sisha's die hem in de weg stonden bij zijn tocht naar het westen. Hij vroeg om vrije doortocht door het gebied van de Sisha's en om rantsoenen voor zijn mannen. De Sisha's weigerden en dat betekende het einde voor het land en zijn koning. Uiteindelijk vielen de Mongolen de hoofdstad van de Sisha's aan. De Mongoolse troepen waren net zo onstuitbaar als de wind die over de steppen waait. In 1227 viel het rijk van de Sisha's in Mongoolse handen. Genghis Khan zelf sneuvelde. Het mysterieuze volk dat een machtig koninkrijk had gesticht en een heel eigen schrift had bedacht, verdween van het wereldtoneel. Het ging ten onder in het zand van de Ordos. We vragen aan de expert, meneer Li van Wen, of er iets bekend is over afstammelingen van dat volk. Li van Wen heeft ontdekt dat in de bergen in het noordwesten van de provincie Sichuan
nog een kleine stam woont die een op Xisha lijkende taal spreekt. Hij tekent daar wel bij aan dat nadere studie nodig is om te kunnen bewijzen dat dit afstammelingen van dat oude rijk zijn. Het volk uit de Tang-dynastie schreef: wind en sneeuw bevriezen de zwaarden. Als het donker begint te worden, drenken de soldaten hun paarden in de ijskoude grotten. Aan de fakkels in de grot kun je zien dat de vijand in de buurt is. Als de helden sterven, zullen hun zielen dan rust vinden in de Hulanbergen. Aan de voet van de Hulanbergen zijn nog indrukwekkende historische overblijfselen te vinden. De gele rivier loopt vanaf Lanzhou eerst naar het noorden. Dan stuit hij op het ingebergte en buigt af naar het oosten. In het droge land dat zich naar alle kanten kilometers ver uitstrekt, doemt plotseling een van de meren op die vroeger aan de gele rivier lagen. De mensen hier noemen het een schitterend juweel op een verre plek. De boeren uit de buurt gebruiken dit water voor irrigatie. Deze oase van groen is in dit afgelegen gebied inderdaad net zo waardevol als een juweel. De gele rivier is een kilometer breed als hij door de vlakten van binnen Mongolië stroomt. Net als aan de bovenloop van de rivier speelt ook hier de pont een belangrijke rol. Deze veerdienst bestaat al meer dan 300 jaar. De veerman zelf werkt hier al ruim 30 jaar. De boot beschikt over 2 roeispanen en een eenvoudig zeil. Aan elke roeispaan staan 2 mannen. Omdat hier een ijskoude wind vanuit de woestijn in het noorden waait, is de gele rivier van november tot april bevroren. In de resterende maanden vaart de pont dagelijks. Per dag zetten de vierlui zo'n 3000 mensen over. Ze zeggen zelf daarmee een behoorlijk inkomen te verdienen. Ten noorden van de gele rivier ligt het ingebergte. Het loopt met een kromming van oost naar west over 400 kilometer. De bergen zijn maar 2000 meter hoog, maar vormden vroeger een natuurlijke afscheiding. Ze boden de nomaden beschutting en schermden de Han-Chinezen van de nomaden af. Verschillende nomadenstammen verschansten zich in de bergen, waaronder de Xiongnu's en de Mongolen. Nomaden die op het oorlogspad waren, hoefden, als ze eenmaal op hun paarden door het ingebergte getrokken waren, alleen maar de gele rivier over te steken om de ordos binnen te galopperen. De Han-Chinezen hebben hier aan de noordgrens van hun rijk heel wat afgevochten. Vandaag de dag leven de Han-Chinezen en de minderheden in goede harmonie samen aan de voet van het ingebergte. Op midzomerdag vindt het jaarlijkse nationale festival van de Mongolen plaats. Het festival heet Nadam, wat een plezierig tijdverdrijf betekent. In de hele ordos vieren de nakomelingen van de horden van Genghis Khan dan feest. Traditionele sportwedstrijden als worstelen en paardenrennen staan daarbij als vanouds centraal.
Deze vorm van worstelen bestond al in de 13e eeuw, de tijd van Genghis Khan. Vandaag worstelen zelfs de kinderen graag op zijn Mongools. Het Mongoolse worstelen kent geen ring en geen tijdslimiet, zoals het Japanse sumo worstelen. Het opgewonden springen is ter voorbereiding op een wedstrijd waaraan iedereen kan deelnemen, hoe oud of zwaar je ook bent en uit welke etnische groep je ook komt. Als je valt, heb je verloren. Bij deze unieke vorm van paardenrennen lopen de paarden net als mensen. Ze zetten het ene been achter het andere. Op deze manier kun je te paard lange afstanden afleggen zonder moe te worden van de op- en neergaande beweging. Toen de Europeanen de ruiters van Genghis Khan zagen, waren ze stom verbaasd over deze rijtechniek. De cavalerie van Genghis Khan was zo goed getraind dat de ruiters meerdere paarden tegelijk konden meevoeren. Ze gingen verbluffend snel. Volgens de verhalen overweldigden de Mongoolse ruiters hun tegenstanders altijd en veranderden bovendien met het grootste gemak van formatie. Genghis Khan is nog steeds een held onder de Mongolen. Zijn graf ligt in het centrum van de Ordos bij Ejin Horochi in Binnen-Mongolië. De hoofdtempel is 25 meter hoog en moest lijken op een nomadenhuis. Hij heeft echter meer weg van een burcht. In het Mongools betekent Ordos dan ook een plaats vol burchten. Deze mannen worden Darhat genoemd. Het zijn nakomelingen van de lijfwachten van Genghis Khan. Dezelfde families bewaken zijn graf al van generatie op generatie. Deze ceremonie wordt gehouden ter ere van de ziel van de grote leider. Ze bezingen de grote daden van Genghis Khan. Het ijzeren wierookvat en de tekst stammen uit het midden van de 13e eeuw. Ze zijn kort na de dood van Genghis Khan vervaardigd. Vandaag de dag doen ze nog steeds dienst. Als het ritueel voorbij is, pakken de mannen drank van het altaar en delen die rond in deze grote bokaal. Door te drinken van de aan Genghis Khan gewijde drank bevestigen ze opnieuw hun loyaliteit aan dit heilige beroep. Daarna zingen ze nogmaals liederen waarin de Khan geprezen wordt en waarin de geschiedenis van de Mongolen verteld wordt. Dit is het verhaal over de geboorte van de blauwe wolf Genghis Khan. Er lijkt geen einde te komen aan het zingen van de heilige teksten. Genghis Khan betekent niets anders dan grote koning. De Mongolen geloven dat hij afstamt van de legendarische blauwe wolf met vurige ogen en bliksem in zijn gezicht. De moedige Mongoolse troepen trokken door het ingebergte, staken de gele rivier over en stonden in de Ordos. We zijn door de imposante bergen en over de brede rivier getrokken. We leveren al jaren strijd. Mogen we vele volkeren aan ons onderwerpen. Zelfs de grote muur kon de Mongoolse horde niet bedwingen. Uit dit instrument klinkt een eenzaam lied dat past bij de woestijn.
Moeder aarde is uitgestrekt en er is gras en water. Laten we ons woongebied vergroten en de wereld vrede schenken. Genghis Khan, die dit lied gezongen heeft, vond vrede op het slagveld toen hij viel tegen de Shishas in 1227. De afstammelingen van de Blauwe Wolf veroverden Shisha. Daarna brachten ze de Song-dynastie ten val. Zo werden ze heer en meester over China. Uiteindelijk bereikten de Mongolen zelfs de poorten van Europa. Na nog geen 200 jaar was het met het Mongoolse Rijk gebeurd. De Ordos is gebleven en hij is niet veranderd. Het is nog steeds een eindeloze leegte, een uitgestrekt mysterie. De afstammelingen van de Blauwe Wolf Genghis Khan leiden vandaag de dag een bescheiden en vredig bestaan. Het klimaat hier is extreem droog. Er valt maar 200 tot 300 mm regen per jaar. Al die regen valt dan ook nog eens in de 3 zomermaanden. De korte, hevige regens veranderen de steppen binnen 30 minuten in 1 grote modderpoel. De regen brengt ook het zout uit de grond naar de oppervlakte. Het lijkt wel alsof het gesneeuwd heeft. Dit natuurlijke zout is een van de kostbare giften van moeder natuur. Zonder zout is het onmogelijk om schapen en ander vee in leven te houden. De Mongolen zijn van de veeteelt afhankelijk. De nomaden zijn gek op zang en dans. Het steppendorp krijgt bezoek van de Gouden Bloesems, een muziek- en dansgroep van het televisiestation in Binnen-Mongolië. Het nomadenleven, waarbij de mensen voortdurend op weg zijn om hun kudden te kunnen laten grazen, is heel snel aan het verdwijnen. 85% van de oorspronkelijke nomaden woont nu in stenen huizen. Hun traditionele joerten worden alleen nog gebruikt om in te eten en gasten te ontvangen. Zelfs de traditionele kleding is aan het verdwijnen. De klederdracht wordt alleen nog maar gedragen bij speciale gelegenheden zoals een huwelijk. Meer en meer mensen spreken niet eens meer Mongools. De leefwijze van deze nakomelingen van de Blauwe Wolf verandert snel. Er is genoeg weidegrond en in de zomer proberen de Mongolen hun schapen vet te mesten. Elke familie heeft minstens 100 schapen. De Mongolen noemen de Ordos de plaats waar de herten wonen. Lang geleden zou de Ordos bedekt zijn geweest met bossen, borrelende bronnen en roedels herten. De Ordos, die gevoed wordt door het bloed van alle verschillende volkeren die er gestreden hebben om de macht, begint nu iets van zijn oorspronkelijke aanzien terug te krijgen. Het land wordt weer vruchtbaar en het is rijk aan vee dat voldoende kan grazen. Pau To, een stad met 1,5 miljoen inwoners, is ontstaan aan de oevers van de Gele Rivier in Binnen-Mongolië. Deze straat van 50 meter breed is elke ochtend van 7 tot 7:30 helemaal vol met fietsers. Onder hen ook Mongolen die vroeger met hun schapen naar dit gebied kwamen. De overgang van een leven als schapenhoeder op de steppen naar een leven als fabrieksarbeider is echt revolutionair te noemen.
Pau To wordt een ijzeren burcht in de grasvlakte genoemd. Het is vandaag de dag een van de grootste centra van de Chinese staalindustrie. Jaarlijks wordt er bijna 1/3 miljoen ton staal geproduceerd. Vlak voor Pau To buigt de gele rivier af naar het zuiden, waar het weer vlakker wordt. Aan beide kanten van de rivier zie je enorme hoogvlakten van geel zand. Daar wonen de Han-Chinezen. Ze hebben zich weten aan te passen aan de bijzondere eigenschappen van dit gebied. Door de gele rivier stroomt niet alleen water. Hij voert ook de geschiedenis van China met zich mee. We vervolgen onze tocht naar de verre Pohaibai. En het einde van deze aflevering van The Yellow River betekent ook het einde van deze Veronica-avond. Morgen kunt u op deze zender kijken naar de Tros met onder andere een aflevering uit de Duitse politieserie Derek. Veronica is er morgen ook en dan via Radio 2 tussen 7 uur 's morgens en 5 uur 's middags. Welke programma's wij aanstaande donderdag voor u hebben, ziet u nog in het volgende overzicht. Ik neem nu vast afscheid van u en wens u nog een goede nacht. Graag tot ziens. Dag. Donderdag op TV2 bij Veronica. Om 7:30 Veronica Film en Video met Kevin Costner, Robin Hood en aandacht voor de film Naked Gun. Om 8:30 presenteert Giel van Praag live vanuit de Kaasstad Alkmaar, Nederland Muziekland, met onder andere Clouseau. 9:50 reizen we af naar Chicago, waar Huize Bundy weer op zijn kop staat. Steve is impotent en iedereen bemoeit zich ermee. Nieuwslijn, snel en betrouwbaar om 9:50. Actie en spanning in de Gangster Chronicles. Het verhaal van 3 Italiaanse jongens die een maffia-imperium opbouwden met moord en doodslag. The Gangster Chronicles. En Voyager neemt ons mee naar... de roekeloze fietscouriers van New York. Die hun weg banen door 's werelds gevaarlijkste verkeersopstoppingen. Maki's treffen we uitsluitend aan in de bossen van het mysterieuze eiland Madagaskar. En 25 meter onder de Zuid-Australische woestijn in Cooper Paddy heerst sinds 1915 opaalkoorts. Veronica, Nederlands nummer 1.